Schiphol heeft als doel om in de toekomst 70 miljoen stuks bagage per jaar te kunnen afhandelen. Dit is 20 miljoen meer dan de 50 miljoen die op dit moment wordt verwerkt. Om dit te verwezenlijken is naast meer capaciteit ook optimale efficiëntie nodig. De zogeheten backbone levert hier een belangrijke bijdrage aan. Deze slagader verbindt uiteindelijk alle bagagegebieden op Schiphol met elkaar. De bouw van de backbone is op dit moment in volle gang. Nou, de backbone is eigenlijk de verbindingslijn die al onze bagagegebieden met elkaar verbindt. Wij hebben hier op Schiphol vier bagageafhandelgebieden. En de backbone verbindt dus al deze gebieden met elkaar, zodat we één integraal bagageafhandelsysteem hebben. In maart 2010 is begonnen met de bouw van de backbone. Sinds half januari zijn de werkzaamheden voor het eerst ook boven de grond zichtbaar. We staan hier in vertrekhal 2. Dit is de vertrekhal waar de KLM-passagiers voornamelijk worden ingecheckt. En wat je hier ziet is dat een van de vier balieblokken in de schotten staat. En hier zie je eigenlijk de backbone zichtbaar worden in het passagiersproces. De aanleg van het nieuwe transportsysteem is zeer omvangrijk en ingrijpend. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen zijn de werkzaamheden verdeeld in 23 verschillende fases. Voor de bouw van de backbone moeten wij alle balieblokken hier in vertrekhal 2 ombouwen. De verzamelbanden die hier in de vertrekhal liggen, die moeten aansluiten op de nieuwe bagagesystemen die hier onder de vertrekhal liggen. En daarvoor gaan om de vier maanden één balieblok gaat buiten gebruik. We noemen de backbone ook wel eens een open hart operatie. We gaan dwars door alle bestaande bagagegebieden heen met dit project. En dat betekent dat bouwgebieden vlak naast gebieden liggen waar gewoon de koffers nog links en rechts voorbij gaan. Hoe gaat het tot nu toe? Nou, boven verwachting goed. De planning die wij voor ogen hadden, begin vorig jaar, die hebben we volledig gehaald. En ik ben ervan overtuigd dat wij met de samenwerking met alle partijen zoals we dat nu doen, dat we ook 2011 conform de planning gaan opleveren. De backbone is naar verwachting eind 2012 klaar.